Vanaf nu gaan we voor vishandel Rick Hopman elke maand een kookfilmpje maken. En dan gebruiken we vis van de maand, die dan gelijk ook bij hem in de reclame is. De eerste vis van de maand is deze keer Sliptop. Nou, we hebben hier van uiteraard van vishandel Rick Hopman hebben we wat tongen gekregen. Dit is tong 1. Die zijn net iets groter als een sliptong en net iets kleiner als een zeetong. Dus ze zijn ongeveer een ons of 2, 2,5. Nou, dan maken we, die gaan we lekker in de roomboter bakken. Daarbij doen we wat gewokte groenten, wortels en groene asperges. En hier hebben we aardappels liggen op het douze ronde. Vind ik persoonlijk een hele lekkere aardappel. Het is wel een beetje vervelend te schillen. Maar ja, de smaak is gewoon heel lekker. Hier gaan we een puree van maken. En dan doen we eigenlijk een Spakenburg sausje erbij. Dat noemen ze hier in Spakenburg papstip. Nou, ik heb hier die opendoelse ronde in blokjes gesneden. Of kwarten, zeg maar. En die gaan we nu even 10 minuten tot een kwartier op hoog vuur zonder deksel laten koken. En dan daarna knijpen we er puree van. Hier heb ik ook nog een ander pannetje met water staan. Dan blancheer ik even kort wat worteltjes in, die wok ik later, maar anders duurt het zo lang met wokken. Dus als je snel even de kook eroverheen haalt, dan hoef je niet zo lang te wokken, dan verbranden ze. Oké, nu gaan we even snel die papstip alvast maken. Een botersaus eigenlijk. De papstip is eigenlijk niks anders dan water met een scheutje azijn erin. Dat laat je vertrekken en dat bind je af met een maïzena mengseltje. Dat is in dit geval maïzena met melk. En meer is het niet. Later doen we dat op smaak brengen met boter en wat mosterd. En dat gaat dan door de puree. Nou, ik heb hier de aardappels zijn klaar. Die bieden we even af. De aardappels zijn inmiddels gaar en afgegoten. En die haal ik nu straks door de puree knijper. Ik laat ze even afkoelen, anders verbrand ik mijn handen. Het is belangrijk dat je deze met een puree knijper pureert. Dat je anders krijg je behangplaksel. En dat is in principe de papstip ook al. Dus dan wordt het wel heel erg plakkerig allemaal. Nou, het water en azijnmengsel ga ik nu afbinden met een maïzena papje met melk. Brengen we aan de kook. Dan gaat die dik worden. Dat is eigenlijk alles wat een Spakenburgse papstip voorstelt. En die gaan we zo meteen verwerken in de puree. Als zijn gepureerd. Als je die met die knijp doet, wordt ze heel mooi droog eigenlijk. Hè? Daar kun je eigenlijk gewoon hele mooie vormpjes van maken. Nou, dan doen we gewoon een schepje Franse mosterd bij. Een klontje roomboter. En de papstip. Die is mooi ingedikt. Gieten we er gewoon bij. Verse peper, zout hadden we al in het water van de aardappels gedaan, dus dat hoeft niet. Niet te veel zout eten moeten we. Oké, even roeren. Nou, gaan we even, we hebben hier een rauwe groene asperges, die heb ik even stukjes gesneden. Zodat ze een beetje roerbak klaar zijn. En die wortels die we net voorgekookt hebben, gaan er ook bij. Dan hebben we wat in olijfolie. Worteltjes erbij. En gewoon een paar minuten. De asperges moeten natuurlijk wel gehaald worden. Peper en zout erbij. Een beetje sambal. Klein beetje knoflook. Een paar minuutjes, een minuutje of acht. Even goed. Hard. Dan zijn de asperges nog een lekker klein beetje beetgaar. En de wortels zijn goed. Dat is alles. Ja? Nou, we hebben hier de tong. Tong 1. We hebben ze even peper en zout. Enkel. Aan allebei de kanten. En dan gaan we ze nu, ik heb hier olijfolie heet laten worden. Daar zetten we ze eerst in aan. Dan doen we er gelijk roomboter bij, zodat de boter niet verbrandt. Als je het alleen met roomboter doet, krijg je toch verbrande boter. Met olie erbij verbrandt het niet. Nou, die is nu goed warm. Doe er twee in de pan, meer kunnen ze niet in. En dan doen we ze 4 minuten op elke kant. Gaan we nu opdienen. Ik heb hier een mooi cilindertje. Die scheppen we even vol met aardappelpuree. Een beetje aandrukken. En dan halen we eraf. De derde.
Die blijft plakken. Oké. Dan hebben we drie torentjes gemaakt van aardappelpuree. Gewoon een stukje wortel tussen. Ongeluk wat. De kleur op het bord. En een stukje asperge. De tong. Nou, we zitten klaar om te eten. Ik moet alleen nog even een klein beetje. Hij is natuurlijk roomboter gebakken. Een klein beetje citroensap over. Geeft net een lekkere smaak eraan. De kop laat ik altijd zitten. Ook met bakken. Die geeft net wat meer smaak geeft die, aan het hele gerecht. Nou, ik zou zeggen, ga naar vishandel Rick Hopman. Koop deze lekkere tong. Je ziet hoe simpel het is. En het is gewoon een heel mooi maaltje.